Hallo, ik ben Koen en dit is Billy, die nu weggaat. Dat is de Jules. Hierachter zit Senna. Ze hebben drie honden. En ik ben de gast bij Laurence. Het vriendenboekje. Van, ah ja, gaat uw bril niet op, wacht. Jawel, jawel, ja. Jules, Stella en Magnus. Ja, zo erg is het niet. Het is groot genoeg gedrukt voor hem dan. Heel diep ademen. Soms is daar een beetje gesnurk bij. Dat valt goed mee bij hem. Maar dat is de enige waarvan ik een gesnurk kan, zou kunnen verdragen. Dan denk ik gewoon, zeg jongen, nee, nou, ik ben aan het worden. Hè. Dat is ook gewoon zo. Hè. Oudere mensen durven ook, ook wel eens. Ja. Hier, kijk. Ik zou ook van tijd. Hè. Dag Koen. Dag Laurence. Hallo. Waar ben ik? Waar ben je? Ja, waar ben ik? We zitten te gast bij mijn drie maten hier. We zijn in Drongen. Mm-hmm. We zijn bij mij thuis. Je bent in een huis waar de honden een belangrijke plaats nemen. Mm-hmm. En woont je hier graag? Ik woon hier graag, ja. Dat huis is een mengeling tussen gezellig en modern en ja, ça va. Mm-hmm. Maar kom je bij mij? Maar, Pieske, komt je daarbij? Ik woon hier graag. Ja, nee, ik woon hier graag, ja. Mm-hmm. Ja. Woont je hier al lang eigenlijk? Nee, nog maar 3 jaar. En 3 jaar, dat is toch wel al. Dat ja. Dat vlug gaat. Ja. 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 Maar mocht ik kunnen kiezen, ik woonde wel liever in, Heffenzen. Mm-hmm. Ook voor hun, daar had ik veel meer mogelijkheden eigenlijk. Mijn naam is... Ik zal hier de Senna pakken dan, hè? Mm-hmm. Oké. Okay. Mogen je kiezen? Mijn naam is Senna. Ras. Rhodesische pronkrug. Jongen. Een jongen. Of wat er nog van overblijft. Mm. Een jongen. Een man. Ja, dan staat jongen of meisje. Ah ja, jongen. Ik ben jarig... Op 9, 10, dat jaar moet ik er niet bij zitten. Een weegschaal. Broertjes of zusjes? Ik bedoel in huis, hè? In huis, ja. Jules en Billy. Ik zal zusjes schrappen, dan is dat duidelijk dat Billy een kerel is. En wat? En wat van een kerel, hè? Voor mijn baasje ben ik alles. Ik hou niet van regen. Ik ben het gelukkigst als ik onder de dons mag. Pakt hem vaak mee? Of altijd. Elke? En hij ook? Nee, hij snurkt te veel. Hij maakt te veel lawaai. Dus Senna, die gaat mee slapen? Senna slaapt bij mij. En hij ook, maar niet altijd. Soms wil hij mee en dan... Soms wil hij liever beneden. Ja, dus ik laat naar lang dat hem uitkomt. Ja. Maar, en die ligt dus onder het teken, schrijfde. Ja, hij ligt onder een dons, ja. Maar dan in de loop van de nacht... Als ik het niet weet, komt hij wel boven. Maar als hij mij 's morgens voelt bewegen, dan staat hem zelf ook recht. Dan moet ik de dons omhoog doen, dan kruip ik terug onder de dons. Meestal nog juist met zijn kopje erbuiten, want dat is warm, hè. Dat is heel warm. Dan denk je van, hoe houden die dat uit, hè. Ja. Maar hij ligt daar doodgraag onder. En het is niet dat hem 's nachts eruit komt en dat je hem dan elke keer moet onderstoppen. Want bij ons was dat geval. Ja, ja. 2 tot 3 keer per nacht dat wij Juleske onder haar dekentje, toen dat ze nog op ons kamer sliep, haar dekentje, net 2 tot 3 keer per nacht. Nee, gewoon 's ochtends, als zij weet van dat ligt hem boven op de dons, een ander beweegt. En als ik mij draai, dan wil hij vaak ook onder de dons. Ja. Ik ben wel zeker dat hij dan heel gelukkig is.
Mijn favoriete bezigheden zijn, zoals bij allemaal, wandelen. Dat is aan het verminderen zijn met zijn naderdom. Ja. En... snoepen. Voilà. Snoepen. Effectief snoepen. Ik dacht dat je ging schrijven eten. Nee. Van snoepen. Dus ze krijgen veel tussendoortjes of wat? Nee, ze krijgen er niet veel. Maar hij weet, snoepkast wel heel goed zijn. En als hij dan iets krijgt, goh, dan verdwijnt hij dan mee. Als ik hem zo'n groot bot geef, dan gaat hij dan mee naar buiten en gaat dat ergens verstoppen. En dan kan hem echt 20 keren hier met dat bot passeren. Omdat hem zo... Dat ik zeg, jongen, make up your mind, waar ga je het verstoppen, hè? Straf dat hij dat kan bijhouden en niet opeten. Bij ons honden is dat geen waar, hè. Pff, alles moet op. Ja, maar ik vind dat wel spectaculair dat hij dat dan... En dan soms zie ik hem een paar dagen later zoeken. Zo, en dan... Ik denk dat dat ook geheugenverlies is. Waarom heb ik dat bot nu aan gestopt? Ik heb dat ergens gedumpt, maar... En jij weet het dan liggen. Nee, ik moet ook echt op zoek gaan, hè. Ja. Maar dat is zo grappig, want soms komt onze nono beneden van in zijn speelkamer en dan zegt hij, papa. Dat lag dus achter hem dan ergens zo. Allee, hoe is die daar? Ja, geestig. En het is niet dat je op de geur dat kunt ruiken op zo. Nee, eigenlijk alleszins niet. Dus zij zullen dat wel kunnen, maar... Oké, ik jaag mijn baasje de gordijn in wanneer ik... Ja. Wanneer ik... Ik jaag mijn baasje de gordijnen in. Het kan ook van niks zijn, hè. Nooit, hè. Ja, eigenlijk niet. Ja, voilà. Ik zal zeggen wanneer ik te lang zeur. Hij kan echt, dat is nu het laatste jaar, half jaar, maar echt exponentieel gestegen. Dan staat hem daar. Ik denk, wat is er? Wat wil je nu? Oké, moet je plassen? Oké. Buiten? Nee, dat is niet. Drinken? Ah, nee, een bakstaf vol. Eten? Dat is voor straks. Dat moet je nog niet naar zagen. Ah, zo. En dan... Mm-hmm. Allee, waarom zit hij nu te... Aandacht. Een knuffeltje. Nee, maar zelf al... Dan ga je er naartoe, wil hem knuffelen. En dan is het nog zo, maar nee, laat mij gerust. Want ik vraag... En ik kom er niet achter... En dat is echt een oude zeurantwoord, die had dat vroeger niet. Met de leeftijd is dat alleen maar verergerd. Als ik denk dat mijn honden niet in orde zijn, dan ben ik niet op mijn gemak, dan kan ik niet genieten van wat ik zelf... Ik kan niet naar een concert gaan en denken... Ah, oh fuck, die zijn niet op hun gemak, die zijn niet goed... Allee, ja, dat is met mijn kinderen ook wel zo. Mm-hmm. Ah ja. Ja, ik heb dat niet voor alles, maar mijn honden en mijn kinderen voor de rest. Wat is er voor de rest? Allee. Uzelf. Ja, ja. Maar ja, uzelf, dat heeft dikwijls keren, lukt dat allemaal gemakkelijker als je weet dat met die dingen die je graag ziet, dat in orde is. Mm-hmm. En als hij bijvoorbeeld, als mijn schema zodanig is dat ik niet normaal ben kunnen gaan wandelen of nog niet heb kunnen wandelen. Ik kan me zo aan ergeren. Mm-hmm. En ik ben niet op mijn gemak dan. Straks zitten wij in de studio, hè, we zijn een nieuw cd aan het opnemen, ik ga zingen. Oké, dat zijn lange dagen. Want ik zing, dan beginnen ze daaraan te werken en compilaties te maken. Ondertussen zit ik 2 uur te wachten totdat ze een compilatie klaar hebben. En dan ben ik niet tevreden, dan ga ik het nog eens doen. Je bent bezig van 11 uur 's morgens tot middernacht, als je een goede dag hebt. Oké, maar zij kunnen daar niet meer naartoe. Ah, ze kunnen niet mee, dat wou ik net vragen. Nee. Waarom pakten ze niet mee? Nee, dat gaat niet. Dan willen ze bij mij zijn, in de studio, dan worden op de achtergrond... Ah, wel? Nee. Special effect. Nee. Die zijn alleen maar op hun gemak. Zeker hij is de meest aanhankelijke, die grootste. Mm-hmm. Die moet dan dicht bij mij zijn, of wil die mijn buurt zijn, als ik... De ruimte daarnaast zit in een plaats die hij niet kent, dan gaat hij heel de tijd moeilijk doen en onrustig doen. Nee, dat is niet te doen. Ik kan ook zo niet werken. Maar dan moet ik zien dat ik 's morgens een lange wandeling gemaakt heb. Mm-hmm. Eigenlijk is dat gewoon veel te lang om die mannen alleen te laten. Ja.
Dan vraag ik aan mijn kinderen, oké, zijn jullie thuis? Dat zijn pubers, die zijn meestal niet thuis. Gaan ze eten geven? Ja, ja, papa. Maar dikwijls keren is dat, ach, dat ben ik nou vergeten. Oh. Nu, gelukkig kunnen die mannen, dat gaat gemakkelijk, maar... Ja, dat is voor je gemoed niet toch. Zo. Ja. Allee, om maar te zeggen, op vakantie gaan bijvoorbeeld, ik zal nooit eerst een vakantie boeken en dan zien, wat moet ik met hem? Zij twee zijn het gemakkelijkste. Hij is het moeilijkste te plaatsen. Dus er is één gezin waar hem naartoe kan gaan. Ik check bij die mensen, kunnen ze? Als die niet kunnen, dan boek ik geen vakantie. Dus ik pas mijn vakantie aan hem. Of toch de periode ervan. Meenemen, dat gaat sowieso niet. Allee, dus ja, ik hou heel veel rekening met... Ik vind dat ook niet moeilijk, of ze is geen opoffering of zo. Dat is normaal, maar... Ja, dus dat is alles, hè. En die kift zo... dat geluid is zo scherp. Je pakt bijna mijn oor. En hier, akoestisch in dat huis, is al niet echt... het is niet ideaal. Maar je hebt je oren nodig, zegt. Ja, ja, en ik heb al veel problemen met mijn oren, hè. Ah, ja? Ja, ik heb al keilang tinnitus. Ah, ja? En... ik heb overdosis dB's gekregen, hè. En dat is no way back, mag ik niet zeggen, want je kunt daar tegenwoordig wel tegen het ander aan doen. Maar ik weet dat hoe niet. Dat ik erover spreek, begint mijn oor te fluiten, dat kun je niet geloven. Als ik daar niet over spreek, ja, dat is altijd... Maar dat is dan in je mind, toch? Ja, het is een fantoomgeluid, hè. Ah, ja. Je moet dat kunnen uitzetten, hè. Ah, sorry. Nee, ik heb daar geen enkel probleem mee, want ik ben daar zo... ingetraind, ik heb daar doorgaans geen last van. Dus en ik kruip in mijn bed als ik moe ben, dus ik slaap ook heel snel. Ah, ja. Want anders, als je in de stilte komt, is dat de instant daar. Hè. Ah, ja. Ja, als je uit een auto komt of zo, of uit muziek, en je komt in een stille kamer. Dus als jij alleen thuis bent met de honden bijvoorbeeld, ga jij dan altijd muziek opzetten om dat geluid weg te duwen? Nee. Ah, dus je laat het wel niet zijn. Niet altijd. Ik zet eigenlijk... vrij weinig muziek op. Ja. Maar als je daar niet aan denkt, dan is dat ook niet aan de orde. Dus wel ja. Het is maar waar dat je focus ligt, zegt. Ja. Ja, dat is ook. Maar dat is zo bij alles, hè, in het leven. Ja, vaak wel, hè. Wat zeggen ze? Wacht, hè. Where focus goes, energy flows. Het is over nadenken Schoon. Straks. Gewoon. Denk maar, ze kunnen het toch goed zeggen, hè, Billy? Maar. Zie je veel van uw karaktereigenschappen of kwaliteiten dat je bij hem terugvindt? Bijvoorbeeld in drukte, houden jij daarvan? Ja, nee, dat komt wel wat terug, ja. Maar ik geloof ook dat niet... Sommige dingen zijn gelijklopend of kunnen ze... Ah, ja, ja, dat is... Er niet trekjes zie je terug bij het baasje of omgekeerd. Maar ook, ik denk ook wel dat je wat dingen... wishful thinking spiegelt in de beesten die je hebt, hè. Oké. Maar bon, over het algemeen, ik match goed met een Rich, merk ik. Mm-hmm. En dat zijn geen gemakkelijke beesten. Je moet daar heel consequent mee zijn. Zoals melkenhond, maar een Rich... Die doet niet zomaar. In bijzonder, dat is... Die loopt niet achter een balk. Hè, nee, dat is... je moet daar ook heel veel respect voor tonen. Je moet je daar niet te veel aan opdringen. Je moet daar een relatie mee opbouwen, waardoor dat zij echt... u volledig vertrouwen en daardoor meegaan met u en in uw flow meegaan. Mm-hmm. Als je dat wilt forceren, dat wordt niks. En hij is dan nog gemakkelijk, omdat hij... Ik zeg het, is een onzekere hond, dus die heeft mij nogal nodig. Hij leunt nogal veel tegen mij aan voor de zekerheid. Maar mijn vorige... dat is echt... Je is super zelfstandig. Ja. Baasje. Zijn weigen, die was soms... Was die, dan ging die en dan was dat 6 uur, 7 uur. Nee. Ja, dat zag ik. Dat je die niet zag? Ja, maar op wandeling, hè, weg. Hè. Achter reeën aan en zo. Als hij achter een konijn of een ree aan gaat, die loopt geen 200 meter ver. Hè. Ja. Dan kijkt hij al om. Hij zegt, hij is daar nog. Ja. Oh, ik ga nog even zoeken. Ah ja, hij is daar nog. Ja. En dan uiteindelijk komt hij snel terug. Ik maak me daar eigenlijk nooit echt zorgen om. Eén keer in de Ardennen me zorgen gemaakt over hem. Dan is hij een half uur weg geweest.
Dat is nog lang, hè? En dat was volgens mij omdat we zijn echt niet meer terug was. Ah ja, want je waart op wandeling. Ja. En wat doe je dan? Want je kunt dan niet terugkeren, hè? Ik ben blijven staan waar het hem verdwenen is. En na een half uur kwam hij met zijn neus in de grond op zijn spoor terug. Ik was hem super blij dat hij mij zag van, oh fuck, ik dacht dat ik je nooit meer ging terugzien. Ja, zo, dat soort reactie. Maar mijn vorige, die kon achter reën aangaan en hij kon ze niet bijhalen, maar hij moest ze ook niet lossen. Dus die liep even snel en die sprong ook met zijn gelijk als die reken zo. En die lijken daarop, hè? Als die door het veld, soms echt, ah ja, maar je moet oppassen, want jagers. Kun je vergissen, hè? Ah, ja. En dan was ik die kwijt, dan wist ik van ja, het is ja, voilà, ja. In het begin was ik altijd in paniek en dan heb ik dat geleerd. Van ja, ofwel houd je hond vast zoals het hoort, ofwel neem je er vrede mee. Ja. Ik heb dikwijls keren gehoord van buren toen, dat hij, die ging, als ze die riepen, die ging daar niet naartoe. Zo, ja. Nu ken ik, ik weet wie dat je zijt misschien, maar ik ken u eigenlijk niet goed genoeg, dus ik kom zeker niet tot bij u. Dat hij dan tot mijn grote verwondering heel voorzichtig was, of heel slim was op straat. Mm-hmm. Niet zomaar rot erover, of niet in het midden van de straat, echt langs de kant. En ik denk, oei, ik heb dat niet geleerd. Allee, ja, ik heb dat niet speciaal proberen aan te leren of zo, dus goed. Ja, en dan uiteindelijk kwam die terug. Maar op die wandelingen ging je dan toch terug naar huis? Soms ging ik naar huis, soms bleef ik zitten. Maar je zegt 6-7 uur. Ja, maar dat zijn extreme keren geweest, maar dat is wel gebeurd, ja. Dat jij ook hebt zitten wachten dan? Nee, dan ging ik naar huis. Ah, ja. Ja. Maar dan ging ik ook, op bepaalde momenten was ik ook zodanig op mijn ongemak. En plus, soms moest ik ook weg, weet je wel. Ah, je hebt niet gans de dag te wachten op je hond. Nee. En dan wilde de poort toe hebben. En dus dan moest ik soms vrienden bellen. En dan zei ik, kun je eigenlijk komen helpen? En gingen we zoeken. Of bleef er iemand thuis als ik al weg was? Ja. Ik heb dat eens gehad met Binnen Zonder Bellen, lang geleden. Live, vrijdagavond live tv. En ik kon me niet concentreren. Hij was weg. Ah, nee. En ik was al 2 uur te laat op de repetitie. Of een uur te laat op de repetitie alleen. En ik kon me niet concentreren. Ah, natuurlijk niet. Ik was altijd aan het wachten op. Ja. Nee, en dan, zoveel uur later, gelukkig, een uur voor de live-uitzending, kreeg ik telefoon. Koen, alles in orde. Hij is aangekomen. En ik heb een knaluitzending gedaan. Ah, ja, dat en ik was wel slecht voorbereid, want ik was niet geconcentreerd. Want die adrenaline van blijdschap. Ik was zo blij. Ja. En dan komt hij thuis, zeggen ze dan. Gaat hij naar daar dag zeggen. Dan gaan ze hier ook naar daar dag zeggen. Naar zijn mand. Zo dood als een pier. Ja. Nee, maar zalige honden. Ik heb een keer gehad dat hij in de koffer zat van mijn auto en dat ik een akkefietje had in het verkeer. En die mens kwam, sprong uit zijn auto en die kwam naar mijn auto gelopen en die bonkte op het raam. En ik doe mijn raam open en die was super agressief, die ging like, mij echt een peer in mijn gezicht geven. En binnen de kortste keren, had ik nooit meegemaakt, zat hem van hier tussen de voorzetels. Ah. Zo. Ik heb die nooit, gedaan. Want je moet een keer vanuit de koffer, zo'n groot beest, over die achterbank, dat is maar zo, allee, dat is niet zoveel plaats. Hij had dat nog nooit gedaan. Maar die man kwam heel agressief uit de hoek. En in één keer was hem daar. En de andere weg? Ja, dat was direct een pak rustiger. Ja. En ik had ook zoiets van, oké. Ik ben veilig. Dat is een goede troef. Ja. En mijn vorige had er nog veel meer. Oh. Ja. 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 Dus Rietje is, allez, ik vind dat gewoon bijzonder mooie, lieve beesten. Uh-huh. Heel goed met kinderen. Niet te sociaal met iedereen, goed voor hun roedel. Ja. En dan... Ja, zeg maar. Die andere, dat zijn de keuzes van mijn huisgenoten geweest. Ik hou van elke hond, dus wat dat betreft maakt het ras mij niet zoveel uit. Maar ik vind die bulletjes, vind de Jules de meest aanhankelijke, lieve... Een hond dat je kunt inbeelden, je wilt met iedereen die hem knuffeltjes kan geven en zo is dat super lief, hé. Dat heb ik al gezien.
Niet zo altijd tegen andere honden. Hè? Dat is echt een bulle. Die durft er echt naartoe gaan. Hè? Maar, heeft hem al eens in een vast gehad. Ja. En ook honden van een grootte dat je zegt, hey, zijn je zot of wat? Die trekken zich daar echt niks van aan. Dat heb ik nu wel geleerd met die drie samen te wonen. De verpakking telt niet. Uh-huh. Dat is slechts uh-huh. verpakking. En zij zijn zich blijkbaar niet bewust van, oh, ik weeg 10 keer meer dan jij. Dat staan die niet bij stil of zo. Uh-huh. Die kleine is de baas hier. Als die zegt tegen die grote, jij komt hier niet door, jij komt hier niet langs, dan gaat hij daar niet langs. Dat is ook omdat hij zo een platte is. Ik vind het wel zielig, die bulletjes, omdat ze zo miskweekt zijn. Uh-huh. Ja. Het is te plat allemaal. En je voelt dat die zoveel last hebben met hun ademhalingen. Blijkbaar in Nederland wordt dat al verboden. Hè? Je wordt dan niet meer gekweekt als dat waar is. Ik denk dat terecht zou zijn, want ze zijn er een beetje te ver in doorgegaan. Hè? Ja, het is wel zielig soms. Hij is wel... nog altijd. Hij is oud ondertussen ook. Hè? Hij is al de 11 ook rijkelijk gepasseerd. Een opaatje. Ja. Dus hij doet het eigenlijk heel goed. Ja. En dan deze hier, die hebben Valérie en Zita in de tijd gekocht. En ik had nogthans aangegeven van, kijk, ik hoef geen derde hond. Hè. Want wie past er op de honden? Wie geeft ze eten? Vooral, wie gaat er mee wandelen? Hè? Wie steekt er het meeste tijd in? Deze hier. Dus ik heb 2 honden om mee te wandelen. Ik hoef er echt geen derde. Laat staan zo'n klein mormel, dat kleiner is dan mijn schoenmaat. Ik ga erop trappen. Ik moet dat niet hebben. Maar je hebt grote voeten. Ja, die wel. Maar ik kan u foto's tonen van toen dat hem binnenkwam bij ons. Ja. Dat was minder dan mijn schoenmaat, hè. Echt. Hè. En ik was zo kwaad toen, omdat ik vind dat... Dat doe je echt niet. Je zet geen hond binnen, tenzij dat iedereen in je huishouden er 100% akkoord mee is. Ja. Dus ik heb die eigenlijk 2 maanden genegeerd. En ik heb dat... Hem en ook de rest van het gezin? Nee, dat was moeilijker. Ja. Maar door hem te negeren, wisten ze wel wat ik vond van hun actie. Ja. En dat was moeilijk, want dat was super schattig als hij klein was. Als pup, dat is echt... Allee, om dan te zeggen, ik kijk er niet naar, ik geef er geen aandacht aan. Dat was totaal tegen mijn natuur. Maar toen waren ze bij ons... aan het werken in de tuin. En dan stonden er hele bergen van grond, uitgegraven grond op de hoop. En de Senna kwam daar altijd. Ik ging dan boven staan, ik floot op mijn vingers en die kwam dan altijd afgestormd. Mijn dusdanige snelheid, want daar zit dan zoveel power in, dat die boven eigenlijk dikwijls keren over de kant strompelden en naar beneden tuimelden. En, vrij plezant. Dat spelletje zo, hij vond dat heel tof. En ik ook. En op een bepaald moment fluit ik op mijn vingers. En ik, in één keer zie ik dat hij bovenop die... Maar dat was een berg van 4 meter hoog. Dat was zo'n klein prulletje. Die was 2 maanden oud of zo toen. Nou ja, nog puppy bij. En ik dacht, fuck, is die daarop geraakt? Dat is echt een slechte moval toe. Hè. Dat is een berg voor die kleine. En die stond naast mij. Zo. Van, ja. Ik zei er, wat gaan we doen? Ja. En dan dacht ik, godverdomme. Eigenlijk is dat wel een tof beest, hè. Maar ik wil stoppen met mijn cinema van die te negeren. Want ondanks dat ik die genegeerd had, stond hem toch maar te reageren op mijn fluitje. En dan ben ik mij daarmee beginnen bezighouden. En nu is dat met een dikke vriend, hè. Ja. En Brek. En sindsdien heeft hij u dan niet gelapt van u te negeren of zo? Nee, hij is zo grappig, want hij heeft bijna geen bovenlip. Dus als je binnenkomt en hij is enthousiast, dan zie je die lachen. Echt. Dat is echt dan zo. Dan zie je zijn tandjes. Ja. Die doet dan zo. Ja, vind het erg dat ik met je lach? Maar, als hem gewoon zit, dan... Dat is zijn tongske zo. Een tongske hangt er altijd uit. Dat is zo schat. Dat is zo schat. Ja, nee, maar die was spectaculair. Mm-hmm. Ik ben ooit gevallen op de straat, omdat het had geregend, het was glad. En ik was aan het wegkijken en was aan de leiband en er kwamen 2 rottweilers los van om de hoek. Oosje. Ik had die niet gezien. En hij ziet die en hij stuift daar naartoe.
En ik schrik en ik schuif uit van zijn rug. En ik zet mijn hand om mijn val te breken en ik breek een botje hier van mijn vinger. Dus ik zeg, iets zo, krak, En gelijk als in een tekenfilm, hoort hij mij au zeggen en die stopt, die zit tussen mij en die twee honden in. En die kijkt naar mij, die kijkt naar die honden en die kijkt naar mij en die komt terug, die gaat met zijn vier poten over mij staan, borstvuit. Echt? Naar die twee anderen. Wow. En ik lieg op de grond. Ongelooflijk. Met een man. Want die beesten hadden niet tegen mij gemunt, hè? Die twee. Nee, dat was eerder. Tegen hem. Die zouden mij nooit iets gedaan hebben. Maar hij dacht... Maar jong, hoe koelbloedig bleef die, hè? Ja, dat was echt... Ik vond dat... Ja. Allee. Ik moet toch wel nadenken, wat ga ik doen, hè? Wie ga ik verdedigen? Zo rustig dat hij bleef. En eigenlijk heeft hem alle twee dan... En dat is alleen maar omdat ik... Zijn, want als wij volle bak aan het spelen waren, zo aan het stoeien, gevecht, zitten, van het minste dat ik, die stopte instant, direct, die liet direct. Dat was niet de bedoeling. Dus die had iets met mijn aukes. En toen zei ik au en dan kwam die terug bij mij. Want die heeft kanker gehad, op zijn 3,5. Ah, op zijn 3,5 al? Ja, die had botkanker. Dat was zo vroeg al? Ja, dat was heel vroeg. Oh, en Jesus, ik ben daarmee naar een specialist gegaan en dan mijn maand verschil tussen was zijn bot was 1,5 millimeter meer aangevreten van de kanker op korte tijd. En die dokter zei, ik stel voor dat je hem hier laat, ik ga hem in slaap doen en ik geef een biopt aan de universiteit en kunnen ze die kanker onderzoeken, bla bla bla. Ik helemaal van mijn melk. Ja. Alles uitgetrokken, die hond opgepakt. Hij zegt, wat doe je nu? Ik zeg, ik kom hier voor hulp en jij gaat die hond laten inslapen. Ik zeg, ik kom nooit meer terug, joh. Hup, die hond was nog in slaap. Ik leg die in de koffer. Oké, fuck, wat gaan we nu doen? Hoe moeten we dat nu doen? Ik had die toch nog niet, hè? Mm-hmm. Babette, fantastisch hart voor honden, fantastische vrouw ook, die ze beginnen zoeken en die komt terug met een toestel voor magnetische veldbestraling. Mm-hmm. Had ze ergens in Nederland gevonden, eigenlijk een alternatieve kankerbehandeling voor mensen. Mm-hmm. Oké, we zijn dat toestel gaan halen. We hebben daar zelf onder gelegen om te voelen wat doet dat met ons, wat doet dat voor ons, om de dosis zo wat te bepalen. We geven die van nu af aan alleen maar zeer gezonde voeding, makkelijk verteerbaar, dat eigenlijk al zijn energie... moet niks anders kruipen dan die kanker daar op die plaats. Daar moeten we ons op focussen en hij ook. En dan altijd zodanig gelegd met dat toestel daarop. Die stond op 3 poten. Dat was een beer van 44 kilo spieren. Die stond nog op 3 poten en zijn rechterbil was nog zo. En na 2 maanden stond hij terug op 4 poten en die is 10 jaar geworden. My god. Ja, dat was echt... Ja, spectaculair. Dus ze hadden die opengesneden om een biop te nemen toen hij zo ziek was. En dan had hem heel veel pijn. Hè, want ik zei van, ik kon die moeilijk pijn doen, dus een pijngrens lag zo hoog. En dan was hij eigenlijk heel een tijd aan het janken. Maar zo'n heel indringend, pijnlijk, kom. En toen, dat was fantastisch ook, want toen heb ik heel de nacht voor hem gezongen. Voor de Senna in de tijd, voor de Netsen in de tijd. Want als ik begon te zingen, was dat een afleiding voor hem. Mm-hmm. En die lag in de zetel, die volgde dan zo'n bekje. En dan viel hem wel eens in slaap. En als ik stopte met zingen, na een minuut begon hij terug te janken. Gastaf. Dus ik denk, oké, ik zal nog maar eens het zingen, hè. Neurie was genoeg, hè? als ik hem maar kon afleiden. En zo wat. Gewoon het feit dat hij voelde dat goed bij hem waard, denk ik, nee? Ja, en daar heb ik ook echt op een bepaald moment, dan zie je dat beest zo graag, dat ik ook dacht, wacht, nu ga ik een soort handoplegging doen. Weet je wel, ik leg mijn handen echt zo, daarop,
En ik ga al het goede wat ik in mij heb, ga ik doorgeven en dat gaat bij hem binnenkomen. En zo, dingen waar ik vroeger nooit mee bezig geweest was. En nadien eigenlijk ook nooit meer mee bezig geweest ben. Maar toen, daar, op die moment, dacht ik, ja, dus die nacht was echt super speciaal. Ik ben ervan overtuigd dat die nacht ons een band bezorgd heeft die... Diegene. Ja, ik had dat anders nooit gehad. Maar die connectie die je daar hebt gevoeld, dus... Ja, op een andere manier misschien met mensen. Mist je dat? Zo'n connectie met mensen? Allee, met mensen, met iemand? Ja, luister, hoe meer... Hoe ouder je wordt en hoe meer mensen dat je... Hoe meer dat je de mens leert kennen, hoe liever dat je beesten ziet. Hè? Mm-hmm. Klinkt een beetje, klinkt een beetje agressief naar mensen toe bijna, maar... Exact. Nee, maar je hebt wel geleerd van veel mensen... Hun klein kantjes kennen en iedereen heeft wel zijn klein kantjes, ik ook. En dat is ook niet zo erg. En je kunt gerust met veel vrienden en je partner en leven met die kleine kantjes. Mm-hmm. En dat is een deel van, hè, van iemand graag zien dat je ook dat erbij pakt. Mm-hmm. Maar soms moet ik eerlijk zeggen, word ik daar wel eens moe van. Ja. En dat heb ik met die honden, heb ik dat niet. Het is wel een schoon beest, hè? Een hond bedoel ik, hè? Ja. Nee, hij blinkt schoon. Ik voelde mij niet aangesproken. Mocht hij er niet meer zijn, wat gaat dat doen met u? Maar bon, dat is misschien de vraag voor de volgende foto. Luister, daar staan mijn netsen. Waar? Ja, daarom. Toch kunnen die niet, je kunt hem nu juist niet zien. Ik ga hem zo goed. Mag dat? Ja. Maar... En dat prentje dat daarnaast staat van mijn ouders, dat... Ziet eruit als een doodsprentje, maar die zijn nog altijd in leven. Dus maar die zijn zoveel jaar getrouwd. Het enige wat ik wel heel spijtig vind, is dat mijn poetsvrouw ooit vroeger in mijn vorige huis heeft dat deksel laten vallen. Ah. Dat vond ik dan wel stom. En zou dat maar geen... bon. Misschien is er een dekseltje. En ik ben eigenlijk nog altijd van plan om aan mijn kinderen te vragen om hem en de rest, want die moeten daar dan, als ze er niet meer zijn, moeten ze daar maar komen bijstaan. Maar ik moet ook... verbrand worden. Mm-hmm, ja. En dan moeten ze ons gewoon samen uitstrooien. Dat vind ik een echte schone. Dat wou ik net vragen. Hoe komt dat hier nog? Want bij mij staat Odette ook nog in haar urneke, maar hoe komt bij u dat hij nog in zijn urne, dat je nog niet hem de vrijheid of zo hebt gegeven, maar dat is omdat je samen uitgestrooid worden. Ja, die gaat daar nog redelijk lang staan, want ik kan dus redelijk lang meegaan. Ja. Maar dan komt de rest erbij, misschien na die mannen, misschien nog, God weet. En als dat allemaal komt te gaan, alles in één grote zak en samen. Strooi maar, zo ergens. Ik denk dat er nog wel ritjes zullen komen, maar ik denk ook echt dat ik heb daar wel schrik van, zeg maar, het wordt tijd dat ik ook een keer gewoon asiel onder ga halen. Maar ik durf daar niet binnen stappen, want ik kom buiten met twee honden, hè, minstens. Hè. Ja, met twee? Met ganse noop? Ja, maar je kunt niet heel de noop... Allee, dat gaat niet. Ja. Maar ik behoed mezelf daarvoor, door daar niet naartoe te gaan, want... Ja. Ja, ik heb er zo ene gehad, en op straat gevonden dan, alleen in een storm. Een Duitse scheper, en die was dan ontsnapt uit... uit zo'n asiel. Een ontsnappingskoning, echt. En die... daar heb ik echt lang naar een gezin voor gezocht. Mm-hmm. En uiteindelijk ook gevonden, maar... Schappig, ik heb dat ook gehad. Met een scheper die aan ons deur kwam liggen. En ik heb die ook in een gezin ondergebracht. Ja, in Sint-Niklaas. Geen gemakkelijke beesten. Nee, maar wat wou ik zeggen... Dat is een eeuwige twijfel ook bij mij. Ik wil ook graag liever uit het asiel eentje halen, maar een ridge komt daar niet zo vaak tegen. Nee. En ik ben ook gehecht aan ridgebacks. Dus het is soms zo wat... Ja. Maar ik ben ervan overtuigd dat er wel zullen zijn. Hè? Maar, ik vind ook een hond alleen, dat doe ik niet. Mm-hmm. Ja. Ik heb... Allee. Er is plaats genoeg en er is fun genoeg voor twee, of meer zelfs. Ja. Maar, dus ik kan nog altijd mijn ridge hebben. Hè? Mm. Maar je kunt er ook één bijzetten met wie dat goed klikt. Het is dan, klikt, hè, en kleiner. Dan heb je
een tof duo, waarvan dat er ene echt wel de hulp kan gebruiken. Ze kunnen allemaal de hulp gebruiken, maar... Ja. Nee, dat is een moeilijke. Ja. Want je weet, ik heb je dat ooit verteld, waar ik vroeger woonde, was er zoveel plaats. Mm-hmm. Dat was echt mijn toekomstbeeld. Ik ga allemaal sukkelaars nog rennen en dat wordt mijn dagtaak, dacht ik altijd. Hè. Dan ga ik wandelen met maar die twee. En dan ga ik wandelen met die twee en met die drie en dan... Dat komt nog. Ja, ik weet het niet. Ik denk het. Misschien. Maar ja, hier zijn de omstandigheden dan weer al anders, maar ik ga hier ook niet blijven zijn. Ja, voilà. Ik weet dat nu ook. Wat doe jij met je hond dat niemand anders doet? Niemand anders doet. Niemand anders doet. Ja, maar ja, iedereen... Ja, er zijn toch nog wel zotten die hun mond in bed nemen of zo. Of niemand anders doet. Ik ga toch onder stoppen. Onder zijn dons stoppen. Er zijn nog mensen die dat doen. Hè. Heeft er iemand ooit al een bezwaar gehad op de liefde voor jouw hond? Nee. Wat vind jij bij je hond dat je bij een mens niet vindt? Dat is de absolute, onvoorwaardelijke trouw. Neem je je hond overal mee naartoe? Nee. Slaapt jouw hond mee in jouw kamer? Ja. Niet allemaal, maar ik focus mij vooral op de scène. Ben je zelf veranderd sinds je een hond hebt? Ja. Ja. Leert daar toch wat dingen van zo? Ik had ze een beetje vragen. Daar moet ik eens goed over nadenken. Maar heeft jouw hond je ooit al geholpen bij verdriet? Zeker. Die komen soms uw tranen aflikken als het voelen. Pas je je leven aan in functie van je hond? Ja. Dus in mijn vakanties bijvoorbeeld, heb ik al verteld. Heeft je hond je al dingen bijgeleerd in het leven? Ja, dat is een beetje hetzelfde als hier juist eigenlijk qua vragen. Dat is eigenlijk twee keer dubbel op. Ja, welke? Wat als ze al bijgeleerd hebben. En wat was de andere vraag? Ja, maar je zei die van mijn tijd aan het afhalen. Je hebt mij dood. Nee. Wat was het hier? Of ben je zelf veranderd sinds je een hond hebt? Heeft je hond je dingen bijgeleerd in het leven? Dat is, als je iets bijleert, verandert een beetje. Hè? Ja, maar bon, het is te zien hoe je de vraag bekijkt, maar bon, ik geef je gelijk. Allee, kom. Oké, ja, misschien. Hoe zou jij de liefde voor je hond vergelijken met de liefde voor een mens? Maar allee, dat zijn geen vragen om 3 minuten tijd. Twee minuten 15 al. Ja. Ik moet hier nog... hoe zou jij de liefde voor je hond vergelijken met de liefde voor een mens? Iets gemakkelijker. Heb je ooit al een hond verloren? Ja. Ja. Dat is een vraag die je kunt afvallen. Is jouw hond je beste vriend? Ja. Word je snel verdrietig als er iets is met je hond? Ja. Stel dat je zou moeten kiezen tussen je hond en je partner. Wie kies je dan? Daar antwoord ik nog vind ik een kutvraag. Ja, nee, dat geldt niet. Ja, je kunt toch niet zeggen, mijn partner, niet. Dat gaat niet. Hoe dat is, gaat niet? Je kunt niet zeggen... Ja, maar het is de vraag. Dan geef ik er geen antwoord op. Dat is niet te beantwoorden. Uw partner kunt toch niet zeggen, ik laat mijn mond vallen voor mijn partner. Kunt ook niet zeggen, ik laat mijn partner vallen voor mijn mond. Ja, toch ga ik je laten kiezen. Maar nee, dat is wel raas. Ja, ik heb de koppigheid geërfd van mijn hond. Kan je dankzij je hond soms alles even vergeten? Ja. 3:19, ik ben al over tijd. Maar alleen, wat betekent een hond in jouw leven? Ja, dat is al vrij duidelijk. Ja, veel, hè. Wat vind je bij je hond dat je bij een mens niet vindt? Dan heb jij geantwoord, onvoorwaardelijke trouw. En de meesten, als ze al onvoorwaardelijke liefde zeggen, zeggen onvoorwaardelijke liefde. Maar jij zei onvoorwaardelijke trouw. Dus dat vind ik wel mooi. Vind je dat bij de mens niet terug? Maar laat me zo zeggen, als je dat beest nu 3 jaar... bij iemand anders zet. Mm-hmm. En die komt terug. Dus die is instant is dat hun hond. Mm-hmm. Ben ik ook niet, hè. Want dat is nooit weg geweest. Mm-hmm. Die is gewoon zijn een tijd uitgezeten, totdat dat hopelijk terugkomt. En bij een partner is dat niet, denkt ze? Zet die 3 jaar?
Dat gaat toch iets heel anders zijn. Ja, die hebben dan weer heel veel tijd gehad, ook waarschijnlijk, om... om na te denken. Ja, ik bedoel, dat is gewoon het verschil tussen een beest en een mens. Ja, een beest heeft niet veel anders dan zich vasthouden aan die trouwheid. Een mens kan evolueren en kan zelf... Allee, ja, dat is iets totaal anders. Allee, er is nu een vriend van mij die ook zegt, ah, mag ik eens komen kijken naar een ritje, we willen een ritje. Zeg, heb je al onder gehad? Nee, maar een ritje. Ik zeg, helemaal wacht. Zeg, je moet echt wel weten, als je zo'n hond in huis haalt, hier is een boekje, lees dat. Allee, niet zomaar, ja, maar ik krijg dat wel, dat gaat wel lukken, hè. Zeg, ja, ik geloof daar ook wel in, maar dat neemt niet weg dat je moet voorbereiden en dat je niet binnen een jaar zegt, gewoon, het is toch puur praktisch, het is toch moeilijk, maar ik zeg, je moet wel goed beseffen dat je leven verandert, hè, met een hond. Mm-hmm. Dat is toch zo, hè? Met of zonder hond, hoeveel rekening dat je daarmee moet houden. Ja, met alle liefde, hè, maar het is wel... Je cijfert dat niet zomaar weg, of je plaatst dat niet zomaar weg. Of... Dus... Ja. Dus misschien omdat ze ook bij u zien hoe vlot dat allemaal gaat. Voor u is dat een evidentie om alles in functie te doen van... Dat ze denken, oh, dat is allemaal makkelijk en zie hoe rustig dat die beesten zijn. Maar dat is omdat jullie zo'n connectie hebben opgebouwd. Dat weten ze in hoeveel tijd dat er zit. Ja, misschien. Misschien helpt u dat in een... In, ik heb nog een cadeautje mee voor alle hondjes. Goh, ik moet me even, want het is wel een zware doos. Kijk, dat is echt een zware doos. Dank je. Dus daar zit een beetje van alles in. En jij doet al onmiddellijk iets open. Oh, boikie. Net een gezellige babbel gehad bij Koen en zijn drie vrienden. Zot om te zien hoe een diepe connectie Koen met zijn dieren heeft. Zo gek zelfs dat hij zegt dat hij samen op een dag wil uitgestrooid worden met hen. Wel mooi toch? En volgende week ga ik langs bij Niels de Stadsbader. Hopelijk kijken jullie dan allemaal mee. Tot dan, dag!